De politieke partij DA91 wil intensiever contacten met het veld. Dat zegt DA-ondervoorzitter Romeo Stienstra. Een van de communicatiemiddelen die intussen is ingezet om het contact met het volk te verbeteren, is social media. Stienstra zegt dat de partij aan zelfreflectie heeft gedaan en tot de conclusie is gekomen dat tijdens de verkiezingen er weinig is gecommuniceerd met het volk. Dit heeft voor een deel ook te maken met de coronacrisis. De programma's van de regering die worden natuurlijk op day-to-day basis gemeten. Je gaat er eerst vanuit dat een regering die gevormd is, zijn verkiezing heeft gewonnen op basis van beloftes die gemaakt zijn. En die beloftes die gebruik je als een meetpunt, als een meetinstrument om te kijken van doet de regering precies wat ze hebben beloofd en hoe ver gaan ze daarmee. Als we dus de 6 maanden even achter ons bekijken, dan zien we dat er dus heel veel van de beloftes, nochtans, niet helemaal tot zijn volwassenheid zijn gekomen. Sommige dingen zijn in ieder geval aangepakt, maar het grootste deel van de beloftes die zijn nog een beetje uitgebleven. Stienstra zegt dat de corruptie nauwelijks is aangepakt, terwijl nepotisme hoogtij viert. Zoals u zegt, populistische dingen, dat is niet echt iets voor DA91. Wij proberen ons te onderscheiden in onze integriteit, onze serieuze aanpak van de problematiek binnen het, laten we zeggen, het politiek aspect in Suriname. Mensen houden van die entertainment. Daarvoor heb je natuurlijk heel veel financiën nodig. Wij zijn een partij die dus gebaseerd is op informatieverschaffing. We gaan serieus mee om en proberen dus op basis van 1-op-1 social media, dat heb ik al net aangegeven, proberen we de mensen op een educatieve manier deze begrippen bij te brengen. Tot zover DA91 onder voorzitter Romeo Stienstra over de weg die de partij zal bewandelen om het contact met het veld te verbeteren.